welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe video in samenwerking met Lyco. Maar deze video, ondanks dat ik alle Lyco video's heel erg leuk vond om op te nemen, ben ik extra excited. Want dit is een merk, je hebt het al in de titel kunnen lezen, waar ik onlangs wat producten van heb getest. Super enthousiast van ben geworden. En daarom dacht ik, het lijkt me super leuk om hier nou een soort van full face mee te maken. En tevens ook de perfecte herfstlook. Ik heb het over de producten van Lumine. Dus als je benieuwd bent wat ik allemaal ga gebruiken in deze video en hoe ik uiteindelijk deze look heb gemaakt, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, voor degene die Lyco nog niet kennen, nog even een kleine shout-out naar Lyco. Lyco is een van oorsprong Scandinavische webshop, inmiddels ook verkrijgbaar in Nederland. En ze hebben een super groot, fantastisch assortiment aan beautyproducten, zowel make-up producten, skincare, haarverzorging, accessoires en ook een aantal merken die we voorheen niet in Nederland hadden. Waaronder dus Lumine. Lumine is een Vins merk, wederom dus Scandinavisch ook, net zoals een aantal andere merken waar ik momenteel heel erg enthousiast van word. Dus ook Lumine is Scandinavisch. Lumine is met name voornamelijk ook een skincare merk. En eigenlijk hebben zij een soort skincare infused make-up uitgebracht. Ik heb al een aantal producten ervan gebruikt. De blush onder andere heb ik als allereerst gebruikt. Ik heb onlangs ook de CC cream getest. En de bronzer. En dat is tot op heden gewoon super goed bevallen. Dus ik was heel erg benieuwd naar meer. Dus in samenwerking met Lyco heb ik deze video voor jullie gemaakt. Dus ik ben heel erg excited en ik neem jullie graag mee hoe dat ik deze look heb gemaakt. Alle producten die ik gebruik in deze video en die dus ook verkrijgbaar zijn bij Lyco kun je vinden onder in de beschrijving. Oké, ik heb alle producten uitgestald naast me neergelegd en ik ben echt super enthousiast om deze producten te gaan proberen. Ik heb je natuurlijk al eerder verteld dat de blush al heel erg in de smaak viel. Ik heb laatst de CC cream getest, de bronzer, maar nu ga ik echt een grotendeels full face doen, dus ik ben super excited. Allereerst begin ik met dit product. Dit is de Instant Glow UV Primer met SPF 30. Het product is voor all skin types en is een skincare infused make-up. Wat ik wel heel tof vind aan de producten van Lumine is dat je aan de zijkant heel goed kan zien waarom dit product dan zo bijzonder zou moeten zijn. Er zit dus een bepaald kruid in, als ik dat zo zie. Alg zit erin, vitamine E zit erin, lichtreflecterende pigmenten en het is dus een UV-bescherming. Ja, dat is natuurlijk altijd meegenomen, denk ik, voor extra in de zon. Maar vooral die glow ben ik wel benieuwd naar. Komt dus in een mooi doosje, maar dit is hoe dat de primer er zelf uitziet. En deze heeft ook al een beetje zo'n pearly finish over de verpakking. Komt in een pompje, er zit ook netjes nog zo'n kapje op. Nou ja, dat ziet er denk ik echt gewoon heel netjes uit. Het product heeft een inhoud van 30 ml en is bij Lyco verkrijgbaar voor €31,40. Op het moment dat ik deze video opneem is het echt een hele druiderige dag. Best wel erg jammer, dus ik hoop met dit product een beetje extra glow in de dag te brengen. Ik ga hem aanbrengen. Ik ben heel benieuwd hoe die er allereerst uitziet. Oh, hij is echt een beetje bronzy. Beetje peachy is die bijna. Ik doe denk ik 2 pompjes. Is wel heel vloeibaar. Ruikt echt zo lekker. Oh my god. Nou, ik zie zeker al een glow op mijn gezicht. Dit ruikt gewoon echt naar skincare. Dat vind ik dus wel heel interessant aan Lumine. Het zijn dus allemaal skincare-infused make-up producten. Of grotendeels in ieder geval. En tot nu toe ben ik van die finish wel heel erg te spreken. Dus dat komt ook zeker terug in een primer. Nou is een primer natuurlijk een product waarbij je niet zo snel eigenlijk gelijk ziet dat je het aangebracht hebt. Maar ik denk als we allemaal kijken dat je zeker wil zien dat mijn huid wat glowier is geworden. Dat het er wat smoother uitziet. Ik kijk ook nog even van dichtbij. En ja, dan zie je natuurlijk niet per se heel erg groot een verschil. Maar ik zie zeker wel meer een glow op mijn huid. En ja, wat ik zeg, ik vind het echt wel een groot voordeel dat er dus ook een SPF in zit. Op het eerste gezicht, gewoon een goede eerste indruk. Dan ben ik ook heel benieuwd naar dit product. Want ik heb dus al de CC cream van Lumine. This baby right here. En ik ben hier echt super over te spreken. Deze is ook heel erg betaalbaar. En ja, geeft gewoon een super mooie finish op de huid. Dus dit is al een hele grote aanrader. Maar deze foundation kom ik ook heel veel tegen. Met name op TikTok. En toen dacht ik, ja, dan moet ik die ook wel gaan proberen. Dit is de Lumine Natural Glow Fluid Foundation. Radiance Enhancing Buildable Coverage. All Skin Types. Zit SPF 20 in. En dit is de kleur 2 Medium. Beide hebben trouwens een inhoud van 30 ml.
En de Natural Glow Foundation heeft een prijs van €22,50. Ik heb deze dus in een iets donkerdere kleur gekocht als de CC Cream. Omdat ik die kocht voor mijn vakantie. En deze heb ik gekocht tijdens mijn vakantie. Dus ja, ik ben benieuwd ook of de kleur goed is. Maar ik ben vooral ook erg benieuwd naar de finish uiteraard. Want daar was ik bij de CC Cream heel erg over te spreken. Het is gewoon een mooie, egale finish. Maar het maakt wel dat de huid heel natuurlijk blijft. Het zal waarschijnlijk komen omdat het dus skincare infused is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij deze is. Ik ga eerst twee pompjes gebruiken. Nou, ik heb nu de kleur op mijn hand. Die lijkt me best wel prima. Ik vind hem op eerste gezicht niet eens zo heel erg medium. Nou, ik denk dat het voor mij wel een goede match is. Maar als je een nog getintere huid hebt als mij, dan is medium wellicht zelfs iets te licht. Wederom ruikt dit product ook weer echt, ja, super lekker. Normaal ben ik helemaal niet zo geïnteresseerd in geuren. En met name als er iets van parfum in zit, not my thing. Maar dit zijn dus echt skincare producten. En dan is het eigenlijk alleen maar fijn als het van nature een geur heeft. En ik moet zeggen dat ook dit er heel mooi op gaat. Het is echt gewoon een hele, ja, glowy foundation. Heel smooth op de huid, wat me wederom gelijk weer opvalt. Maar het is niet zo dat ik zie dat het op mijn huid gaat liggen. En dat vind ik, ja, toch echt wel heel interessant aan dit soort merken. Dat ze er dus echt gewoon voor gezorgd hebben dat het de huid omarmt. Als je begrijpt wat ik bedoel. In plaats van dat het op de huid gaat liggen. En ja, dat lijkt misschien heel simpel met het maken van producten. Ik kan uit ervaring vertellen dat er maar weinig merken zijn. Met name voor foundation die daar echt goed in zijn. En tot op heden vind ik dat Lumine daar zeer goed in is. Nu heb ik hier op mijn wang een beetje extra dekking nodig. Ik ga kijken of ik hem nog een beetje kan opbouwen. Zo te zien wel. Dat is met de CC Cream overigens wel iets minder. Dat is echt meer een product voor gewoon één laag op te brengen. Op het moment dat je dat gaat opbouwen, dan heb je namelijk kans dat hij een beetje dikker wordt. Omdat het meer een cream is. Dit is echt een liquid. En mijn ervaring is dat je een liquid beter kan opbouwen dan een cream. Oké, dan zit ook de foundation erop. En ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat mijn huid er gewoon echt super mooi uitziet met deze foundation. Ik ben heel blij om te zien dat ik een goede color match heb gemaakt. Dus medium is op dit moment perfect. Dat is ook wel fijn als je terug bent van vakantie dat je sowieso een foundation hebt om te gebruiken. Maar ik vind de glow op mijn huid heel mooi zonder dat die too much is. Dus het is echt meer een soort van natural glow. Ik denk voornamelijk vanwege de ingrediënten die erin zitten. En ja, verder is het gewoon een hele mooie foundation. Dus ja, die glow op mijn huid wordt eigenlijk alleen maar meer toegevoegd. En ik denk wel dat we kunnen stellen dat de primer eronder ook zeker een glow geeft. Maar wat je nu ziet is echt voornamelijk de foundation. Dus op zichzelf heeft hij ook een mooie glow. Maar het is niet te sweaty of zo. Dus dat vind ik heel positief. Nice! Dit is een hele fijne ontdekking. Ik vind de verpakking ook mooi, maar ik vind het ook handig. Want dit soort pompjes kunnen nog wel eens wat uitdrogen. Dus als je er dan zo'n schuifje op doet, dan weet je in ieder geval zeker dat je product niet uitdroogt. En alsnog ziet het er gewoon heel clean uit. Oké, nou, dan is de basis in ieder geval tot nu toe gedaan. Ik heb geen concealer van Lumine besteld, omdat ik eigenlijk zoiets had van ik wil liever andere producten eerst testen. Dus die ga ik wel even van mezelf gebruiken. Daarna ga ik ook wel even afpoederen. En dan kom ik zo meteen terug voor de bronzer, blush en de highlighter van Lumine. Zo, ik heb mijn concealer aangebracht en ik heb mijn onderogen vast afgepoederd. De rest heb ik nog niet poeder aangebracht, omdat ik het tevens nog mooier vind blenden met de liquids. Maar ik eigenlijk de foundation niet eens zo extra hoef af te poederen in mijn optiek. Ik kon de concealer ook mooi ermee combineren. Ik heb hem dan nu tot hier ongeveer een beetje afgepoederd. Langs mijn neus. En dan is het net even ietsjes meer af, wat mij betreft. Maar ja, ik vind het er nog steeds heel erg mooi uitzien. Dan gaan we nu verder met de bronzer. En die heb ik laatst natuurlijk al een keer getest, maar die wil ik ook uiteraard heel graag nu weer gebruiken. Dit is de bronzer van Lumine. Dit is de Invisible Illumination Line. En dit is dan de Liquid Bronzer. De Liquid Bronzer komt in twee kleuren. Je hebt Summer Glow en je hebt Deep Glow. Summer Glow is iets meer wat lichter van kleur. En echt meer een beetje die, ja, die sunny look, als je begrijpt wat ik bedoel. En ik heb Deep Glow. Die is net ietsje donkerder en geeft net even iets meer diepte aan de bronzer. Nou, je kan dit eigenlijk op verschillende manieren gebruiken. Omdat het natuurlijk een pipetje heeft. Kun je ervoor kiezen om het gewoon rechtstreeks op je hand aan te brengen. En vanuit daar met een kwast te blenden. Lumine heeft eigenlijk ook bedacht dat je juist met het pipetje stipjes kan zetten. Heel makkelijk. En dat je dat dan kan blenden. En ik moet zeggen, ik had eerst zoiets van, nou, dat is vast geen techniek die voor mij werkt. Maar het werkt. Dus ik kies ervoor om eerst even drie stipjes hier langs mijn kaaklijn te zetten. En dan hier een paar langs mijn voorhoofd. Nou, dan pak ik een kwast en dan ga ik dit eerst eventjes blenden. Het is niet dat het heel snel opdroogt, maar het is wel handig om er wat sneller mee te werken. Dan kan je het wat meer, ja, plaatsen zoals je het zelf graag wil. En het mooie aan het product is, het is vrij liquid. Waardoor je het dus, ja, wederom niet ziet zitten op de huid. Maar het geeft wel een hele mooie, ja, soort van natural shape. Als je een beetje ziet wat ik bedoel. En als je dan het verschil ziet van deze kant zie je dat dit veel meer, ja, vorm geeft in mijn gezicht, maar ook wat meer warmte geeft. Nou, datzelfde ga ik ook nog even doen hier aan de onderkant van mijn kaaklijn.
Mijn advies is wel om een beetje een fluffy kwast te gebruiken, zodat je hem wel een beetje goed kan blenden. Het is belangrijk om het eerst een beetje in te kloppen en daarna echt een beetje te blenden naar beneden toe. Zo, en dan is dat eigenlijk hoe de bronzer eruit ziet. Ik ga uiteraard nog even deze kant doen. En het allereerste product van Luminé, wat ik denk ik nu een maand of 2-3 geleden volgens mij voor het eerst gebruikte. Dat was de blush van de Invisible Illumination lijn. En daarna heb ik dus onlangs de CC Cream en ook deze bronzer besteld. En sindsdien heeft Luminé echt wel mijn nieuwsgierigheid gewekt om meer van te gebruiken. Dus ja, super leuk om dat nu uiteindelijk te kunnen doen. Zoals ik al aan het begin van de video vertelde, ben ik de laatste tijd best wel into de Scandinavische make-up. Er zijn natuurlijk nog veel meer merken zoals Luminé die uit Scandinavië komen die ja, echt heel erg fijn zijn. En Luminé heeft wederom daar weer eigenlijk aan toegevoegd dat ik de Scandinavische make-up merk op dit moment echt wel gewoon heel erg fijn vind. Maar ze zijn echt wel gewoon anders dan Amerikaanse make-up merken, zou ik willen zeggen. Als je nu kijkt naar mijn huid, ik heb nu verschillende dingen op, maar het ziet er gewoon heel natuurlijk uit. Als je kijkt naar de structuur van mijn huid, is het zo glad en smooth. Ik heb nog nooit poederproducten gevonden die dat sowieso konden. Maar zelfs liquids die dit effect geven, voornamelijk de bronzer, ik heb ze nog niet eerder gezien. Dus dat is wat mij betreft wel echt uniek aan de producten. Zo, dan zit de bronzer erop. Ik heb ook nog een klein beetje langs mijn neus aangebracht. Dus dan ben ik all over lekker bronzy. Mocht je nou toch denken, deze kleur is voor mij iets te donker. Er is nog een iets lichtere kleur dus. Gaan we verder met de blush. Want ja, daarvoor heb ik wel een nieuw product. Ik heb dus al een blush van Luminé die ik heel erg fijn vind. Dat is deze. En deze komt overigens ook in twee kleuren. Ik heb hier de kleur Pink Blossom. Dus ook nog een iets donkerdere kleur. En deze is echt super mooi, eigenlijk net als de bronzer. Maar er zijn nog meer verschillende formules qua blush bij Luminé. Onder andere deze stick. En dit is de Natural Glow Multi Stick. En ik heb hier kleurtje 2 Fresh Pink. Ook van deze zijn twee kleuren. En dit is hoe dat product eruit ziet. En mijn contactpersoon van Lico die was helemaal weg van dit product tijdens een training die ze onlangs hadden. Dus zij heeft me helemaal excited gemaakt om dit product te gaan testen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hiernaar. Meestal met dit soort stickproducten vind ik het fijnst om dat direct op mijn kwast aan te brengen en dan op de huid. Dan krijg je het mooiste effect en weet je zeker dat hetgeen eronder zit niet onnodig gaat schuiven. Nou, het is verder dus gewoon een stick. Je kunt hem zo omhoog draaien. En de Natural Glow Multi-Stick heeft een prijs van €20,90. Dat lijkt misschien wat meer, maar je kan dit product natuurlijk multifunctioneel gebruiken. Ik ga hem nu gebruiken als blush, maar je zou hem bijvoorbeeld ook op de lippen kunnen gebruiken. Ik heb voornamelijk gezien dat dit een hele, ja, jelly, nou niet echt jelly, maar een hele zachte textuur is. Dat zie ik al door het aanbrengen op mijn kwast. Er komt best wel veel product vanaf op de goede manier. Ik heb het product dus nu op mijn kwast zitten en dan ga ik het nu aanbrengen op de huid. Dat geeft een hele mooie roze glow. De andere kleur is volgens mij iets meer neutraal. Ik zou zeggen wat meer een warmere ondertoon. Dit heeft iets meer een roze ondertoon. Maar dit vind ik vooral ja, mooi fris. Het valt me op dat hij een hele ja, subtiele glow geeft. Maar met name ook echt een kleurtje. Dus ja, ik weet niet hoe jullie zitten, maar ik vind dit ook wel heel erg mooi eruit zien. Zo, ga ik nog even de andere kant doen. En ik begin eigenlijk echt op het hoogste punt van mijn jukbeen. En dan ga ik gewoon een beetje heen en weer. Zelf persoonlijk vind ik het mooier om het wat meer gelift aan te brengen. Niet te veel op mijn appeltjes, want dan accentueer ik heel erg de ronding van mijn gezicht mee. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar daarom breng ik het wat meer zo aan. En dan krijg je tevens ook een beetje een ja, soort lift naar boven toe. Ik vind het best een gepigmenteerd product. Op het eerste gezicht zou je denken, juist omdat hij zo glowy is, er komt vast niet veel kleur vanaf. Maar zoals je ziet, het is echt wel goed op te bouwen. Dus ook nog wel een tip om voorzichtig ermee te zijn, want er komt dus best wel wat kleur vanaf. Nou, ik vind dat ik een hele mooie roze blossen op mijn wang heb. Dus ik begrijp absoluut wel waarom dit een populair product is. Dit is natuurlijk ook nog makkelijker om mee te nemen in je tas. Ik ga nog een klein beetje met mijn bronzerkwast de randjes een beetje blenden. Zodat het niet een te harde roze lijn wordt, maar mooi overloopt. Maar dit is zeker een blush die ik vaker zou dragen. Om even te vergelijken, mocht je deze al hebben. Dit product is echt wel iets gepigmenteerder. Dit is net even iets meer liquid. Dus het is een beetje afhankelijk waar je van houdt. Maar er zijn dus genoeg opties. Nou, dan nog een nieuw product. En hier ben ik heel erg benieuwd naar ook. Met alle producten ben ik benieuwd. Maar hier nog, zeg maar, om het rijtje compleet te maken. Want ik heb natuurlijk van de Invisible Illumination lijn al de bronzer en de blush. Dus je raadt het al, ik heb de highlighter besteld. En dit is de Invisible Illumination Instant Illuminizer. En ook deze komt in twee kleuren. Dit is de kleur Golden Hour. Deze is een beetje champagne goudkleurig. Er is ook nog een soort lichtroze variant. Maar ik vind altijd, ja, goud champagne tint op mijn huid net iets mooier. Deze heeft eigenlijk in principe dezelfde verpakking. Maar in dit geval is het dus een highlighter. En toen ik hem binnenkreeg, vond ik hem er al heel erg mooi uitzien. Dus ik ben best wel enthousiast om deze te gaan gebruiken. Nou, ook voor deze kies ik
ervoor om stipjes te zetten. En ik kies er in dit geval voor om even 3 stipjes te zetten. Ik heb even het witbalans van de camera naar beneden gedaan, zodat je goed de kleur van de highlighter kon zien. Want als dat te licht is, dan valt het een beetje weg. Ik ga met een kleine stippling brush een beetje blenden. Ik zie dat ik het beter met mijn vinger kan doen, dus ik ga heel even verder met mijn vinger. Dan is het namelijk net even iets mooier te blenden. Oh, ik vind deze highlighter wel heel erg mooi. Wederom zit het zo smooth op de huid. Ja, ik vind het heel erg mooi. Dus nog even aan deze kant. Ik zet 3 kleine stipjes en dat ga ik dan met mijn vinger vervagen. Zo grappig, want een aantal jaar geleden was ik echt helemaal niet van dingen blenden met mijn vinger. Maar nu zie ik steeds vaker met name gezichtsmake-up dat eigenlijk gewoon vaak mooier werkt. Omdat het veel meer met de warmte van de huid meeblendt. Ik ga ook een klein beetje op de brug van mijn neus aanbrengen. En hetgeen ik nog over heb op mijn vinger op mijn cupidoboogje. Wat ik allereerst vind is dat de producten super mooi op elkaar aansluiten. Dus ook deze highlighter, ja, maakt het gewoon compleet. Het heeft echt dezelfde finish. En als ik nu ook in het schermpje van de camera kijk, vind ik dat ik er gewoon heel erg gezond en glowy uitzie. Zonder dat het echt te dewy is. Het plakt niet, het is niet sweaty of zo. Dit is gewoon echt wat de producten van nature doen. En ja, ik vind het juist heel erg mooi. Dus ja, de basis is in principe klaar. En daar ben ik tot nu toe al dik tevreden over. Nou zijn dat natuurlijk tot nu toe de enige producten geweest die ik heb getest. Dat is de foundation, de bronzer, de blush. Ik heb nog niet eerder een wenkbrauwpotlood, een mascara, een lipgloss, een oogschaduwpalet van Lumine getest. Maar je raadt het al, dat gaan we nu wel doen. Ik vind mijn lippen momenteel een beetje kaal, dus ik ga lekker beginnen met de lipproducten. Of in ieder geval de lipgloss die ik heb besteld. Dit is de Lumine Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss. En ik heb gekozen voor nummer 8, Sunset Glow. Er zijn best wel wat kleuren van dit product verkrijgbaar. Ook zijn er een aantal lipsticks van Lumine. En ze hebben best wel een assortiment qua kleur. Dus dat is heel positief. Ja, ik ga deze aanbrengen. Ik ben heel benieuwd. Om wel een klein beetje mijn lippen wat meer diepte te geven, ga ik nog wel even een lipliner aanbrengen. En ik gebruik deze van Treeena. Dit is ook verkrijgbaar bij Lyko. Het is een subtiele kleur, maar zo heb ik toch iets meer vorm in mijn lippen. Dan ga ik de gloss aanbrengen. En ja, er staat dus hydrating en plumping. Dus ik ben heel benieuwd, ja, hoe dat dan voelt. Ik heb momenteel ook een klein beetje droge lippen, voornamelijk vanwege het koude weer. Dus ik ben ook benieuwd of dat die lekker hydrating is, zoals die zegt. Hij brengt in ieder geval super makkelijk aan, echt heel zacht. Ik vind het een fijne gloss. Het voelt goed. Ik heb niet het idee dat hij per se heel erg plumping is op die manier. Maar dat hij wel gewoon door de finish, ja, lekker glossy is. Dat hij wel gewoon mijn lippen wat voller doet laten lijken. Het voelt echt super zacht. Het is echt zo'n gloss die bijna een soort lipbalm is. Heel positief. En ik vind het leuk dat die kleur wat warmer is dan dat die roze is. Dus daardoor is het zeg maar een subtiel herfsttintje. En dat vind ik wel heel toepasselijk bij de look. Dus op het eerste gezicht, ja, in principe zou ik zeggen ik heb genoeg lipgloss. Maar deze is zeker wel voor herhaling vatbaar. En ook al heb ik eigenlijk heel erg veel lipgloss, vind ik deze toch wel heel erg fijn op de lippen voelen. En ja, ze hebben natuurlijk nog veel meer kleuren ervan. Dus misschien koop ik nog een keer een andere kleur. Maar Sunset Glow is in ieder geval een goede match. Dan heb ik ook een wenkbrauwpotlood. En hier kwam ik ook best wel hele goede dingen van tegen. Dit is de Longwear Eyebrow Definer. En dit is kleurtje nummer 2. Volgens mij was dit taupe, als ik het goed heb onthouden. En dit is een heel klein, dun potloodje. Een beetje Anastasia Brow Wiz-achtig. En ja, deze zou ook helemaal fantastisch moeten zijn. Dus ik dacht, nou, dat wil ik ook proberen. Ik ga eerst even met het borsteltje mijn wenkbrauw omhoog komen. Dat is best een strak borsteltje. In de zin van het kamp mijn wenkbrauwen goed omhoog. Dan gaan we nu eens kijken of die ook mooie lijnen kan zetten. Ik begin altijd even onder mijn wenkbrauw. Oh wauw, dat gaat echt heel makkelijk. Oké. En dan ga ik nu een beetje in de hoek inkleuren. En dan naar beneden toe. Het is echt een super puntig potlood, maar juist daarom trekt hij gewoon heel makkelijk lijnen zonder dat het rommelig wordt. Dan ga ik nog een klein beetje een soort van haartjes hiervoor tekenen. Oké, dit is before en dit is after met alleen dit potlood. Ik weet niet hoe met jullie zit, maar ik vind mijn wenkbrauw er echt wel gewoon heel strak uitzien. Wat me wel opvalt is dat de kleur redelijk cool is. Nou vind ik dat op zich niet zo heel erg, maar ik heb natuurlijk best een warme haarkleur. Dus dat is wel even goed om te weten. Dit is niet per se een hele warme kleur. Dus mocht je nou juist een blondine zijn en een beetje op zoek zijn naar een wat koeler wenkbrauwpotlood, is dit denk ik wel een hele goede match.
Dan ga ik nog even mijn andere wenkbrauw doen. En dit is een ja, wat lastigere wenkbrauw. Dus het zou tof zijn als die hier ook goed zijn werk doet. Deze wenkbrauw is zeg maar net even iets moeilijker met tekenen. Ik ben echt heel positief verrast over dit potlood. Ik snap serieus dat mensen hier enthousiast van worden. Dit is eigenlijk gewoon een super simpel product, een wenkbrauwpotlood. Maar hij werkt echt heel erg goed en heel erg makkelijk vooral. En hij is ook echt heel erg betaalbaar, want hij is namelijk maar €11,45. Dus dat is echt wel een goede tip. En dan heb ik ook nog het Lumine oogschaduwpaletje in samenwerking met Face by F. Dat is denk ik een influencer uit die regio. Ik kende er persoonlijk niet, maar ik vond het paletje er wel heel leuk uitzien. Hij is best wel klein en compact, schattig, leuk dat paars. Maar ik vond dit wel echt gewoon het perfecte basic paletje sowieso. Daarom is hij denk ik ook uitgebracht. Maar er zit ook best wel wat warme tint in. Dus ik denk, hey, dit is best wel een beetje herfstig qua kleuren. Dus deze ga ik zo meteen gebruiken. Naast dit paletje heeft Lumine ook nog duo oogschaduws in verschillende kleuren. Maar ik heb echt nog maar heel weinig gezien over hun oogschaduw. Dus ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Er zitten dus 2 metallic shadows in en 4 matte. Dus ik ga er denk ik voor kiezen om even te beginnen met de matte kleuren. En ik wil proberen zoveel mogelijk kleuren te gebruiken. Ik ga beginnen met de middelste kleur van de bovenste rij. Dat is de kleur Flourish. Ik denk dat dit wel een vrij lichte kleur is. Maar ja, wat ik zeg, ik wil zoveel mogelijk kleuren gebruiken. Ik ben vooral wel benieuwd omdat een merk als dit, wat vaak een beetje van die ja, neutral gezichtsproducten heeft, zal vaak niet een hele gepigmenteerde oogschaduwformule hebben. Dus daarom ben ik ook wel nieuwsgierig naar de oogschaduw. Het voelt in ieder geval wel heel zacht aan en nu ik het een beetje opbouw, zie ik zeker wel kleur ontstaan. Is trouwens nog een leuk detail aan de binnenkant van het paletje. Hier staat nog een leuke tekst van Face by F. Dus dat is ook wel een extra persoonlijk iets. Even een korte samenvatting wat er staat. Het is voornamelijk bedoeld als echt een timeless year-rounded paletje. Zowel warme als aardetinten met neutrale harmonische ja, kleuren. Vind ik heel positief. Nou, dan staat er nog bij dat je de shimmery kleuren het best kan gebruiken als highlighter. Dus bijvoorbeeld hier aan de binnenkant van je oog. Donkere kleuren wat meer diepte in de buitenkant van je crease te creëren. Dat je er ook een smoky look mee zou kunnen maken. Inspired by self-love, designed this palette to encourage the discovery of natural beauty found in each of us. Ik vind het leuk dat ze er net even iets persoonlijks mee hebben gedaan. Ik ga nu de kleur Allure gebruiken. Die zit onder Flourish. Die is wel wat warmer. Maar dat vind ik juist in dit geval wel tof. Want aan een herfstlook denk ik juist aan wat meer ja, bruin-rode tinten. En wat ik zeg, het blijft een hele ja, neutrale kleur. Nou, ik heb nu die kleur lichtjes aangebracht. En ik kan absoluut zeggen dat er zeker wel pigment in deze oogschaduw zit. Dus dat vind ik wel heel fijn. Het blendt ook echt super makkelijk. Ik lijk misschien een beetje verbaasd, maar ik heb altijd ervaren dat merken niet echt goed zijn in alles. Maar we zitten nu bijna op een full face. En ik heb nog niks slechts ontdekt. Dus ik ben echt gewoon een beetje mind blown eigenlijk wel. Van wauw, wat een leuk merk. En waarom kende ik het nog niet zo goed? Want het is echt wel, ja, zoals je ziet, doet het zijn werk goed. Dan heb ik nog 2 donkere kleuren. En ik zie dat Thrive is iets cooler. En ik zie dat Trust is iets meer, ja, donkerrood-bruin. Dus ik kies voor Trust in de buitenste ooghoek. En met name deze kleuren vind ik altijd het spannendst om te kijken wat de kwaliteit is. Want hoe donkerder de kleur, hoe moeilijker het vaak is om te blenden. Maar als jullie zien wat ik zie, dan zien jullie waarschijnlijk dat deze kleur er ook weer super makkelijk op gaat. Wauw, ik ben echt heel positief verrast. Serieus. Wat leuk, wat fijn. Want het is echt gewoon een super makkelijk on-the-go paletje. Dus ik denk dat ze heel veel mensen hier absoluut een plezier mee doen om dit in hun stash te hebben. En wat ik zo fijn vind, het zijn allemaal, ja, wel, zeg maar, dit is bijvoorbeeld wel een donkerdere kleur. Maar het is allemaal nog wel draagbaar. Het is niet te rood, het is niet te grijs. Het zijn echt gewoon van die perfecte aardetint. En dat lijkt makkelijk te vinden, valt echt vies tegen, kan ik je vertellen. Ik ga nog heel even deze randjes iets meer blenden met de kleur die ik net op mijn kwast had. Nou, ik ben echt super positief verrast. Ja, wat ik zeg, ik ben echt verrast. Het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Dan ga ik met diezelfde donkere kleur ook nog even aan de onderkant van mijn oog. Dan zitten de matte kleuren erop en ja, die vind ik eigenlijk altijd het lastigst om te beoordelen qua kwaliteit. En ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat die er in ieder geval heel goed uitzien. Dan nu de shimmers. En eigenlijk was ik van plan om Captivate, dat is de ja, medium bruine shimmer, op het ooglid aan te brengen. En dan de lichtere kleur Shine in de binnenste ooghoek. Om te kijken of ze mooi op elkaar overlopen. En Captivate lijkt me niet een hele lichte kleur. Maar lijkt me wel een hele mooie, ja, beetje bronzy. Hier en daar misschien een beetje mosterd kleur. Heel herfstig als je het mij vraagt. En ik denk ook mooi in combinatie met een beetje die warmere kleuren. Die ga ik gewoon met mijn vinger aanbrengen. Nou, voelt echt super smooth. Dus dat is heel positief. Ik ben benieuwd hoe die op het oog eruit ziet.
Ik merk dat hij niet super zacht is. Dus misschien is het handig om eerst even een laagje aan te brengen met mijn vinger. En daarna nog even met een kwast. Het is niet dat het pigment niet goed is. Maar het is gewoon niet een hele buttery kleur. Dus dan is het handig om het wat minder met mijn vinger aan te brengen. Hij blendt inderdaad wel heel mooi met de andere kleuren. Dus dat is heel positief. Want zoals je ziet komt er echt wel genoeg pigment vanaf. Ja, dit breekt makkelijker aan. Oké, tip is om deze kleuren met een kwast aan te brengen. Captivate is inderdaad niet een hele lichte kleur, maar daardoor krijg je dus wel een beetje die ja, rood-bruin, beetje herfstblad-inspired look. Dus dat is wel heel leuk aan dit paletje, dat het eigenlijk in een handomdraai snel een beetje een herfstlook wordt. Maar uiteraard ga ik ook nog even de lichtste kleur gebruiken, dat is de kleur Shine. En die wil ik echt lekker laten poppen in mijn binnenste ooghoek. Deze oogt iets warmer als wat ik normaal gesproken gebruik, maar ik denk dat het juist mooi aansluit op deze look. Oh kijk, dat is echt wel een lekker licht kleurtje. Hij is niet zo metallic, maar je ziet gelijk al, het opent het oog. Dus dat is echt wel een perfecte kleur om in de binnenste ooghoek aan te brengen. Uiteraard kun je die kleur prima op je ooglid aanbrengen, mocht je een iets lichtere look willen. Maar hij is dus in de binnenste ooghoek ook erg mooi. Ik ga het nog een klein beetje onder mijn wenkbrauw aanbrengen voor een beetje meer een lift. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind dit wel echt een heel mooi paletje. En ik ben echt heel positief verrast. Het is wel grappig, want een aantal jaar geleden had ik waarschijnlijk dit paletje op basis van het eerste gezicht niet zo spannend gevonden. Maar als ik de look dan zo opzie en naar de kwaliteit kijk, ja, zou het me niks verbazen als dit een everyday favoriet gaat worden. Het is gewoon een heel makkelijk paletje, wat ik zeg, klein en compact, goede kleuren. En binnen handomdraai heb je een hele mooie, warme look. En los van het feit dat de kwaliteit heel goed is, hebben ze echt gewoon perfecte aardetinten weten te gebruiken. Waardoor het niet een te rode look is en niet een te grijze look, maar echt gewoon die perfecte aardetinten. Dus ja, Lumine, ik weet hoe je het doet, maar dit is ook weer heel positief. Dan ga ik nog even met een bruine eyeliner, een kleine winged eyeliner aanbrengen. En dan gaan we zometeen verder met het allerlaatste product, namelijk een mascara. Zo, de eyeliner zit erop. Die sluit ook mooi aan bij de ooglook, zo'n bruine kleur. En dan kies ik ervoor om dit heel even te laten drogen en jullie alvast te vertellen over de mascara. Volgens mij heeft Lumine in totaal iets van 5 mascara's. En ja, deze sprak mij gewoon het meeste aan op basis van de naam. Maar las ik ook best wel goede dingen over. Dit is de Nordic Berry Curl Mascara with Blueberry, Crowberry en Lash Curling Complex. Dit is hoe dat hij eruit ziet. Hij is overigens niet waterproof, ondanks de blauwe verpakking. Maar volgens mij is er van beide varianten ieder een waterproof mascara ook. Ook heb ik gezien dat ze een mascara hebben die voor echt gevoelige ogen is. Dus ook wederom met dat blueberry extract. Dus dat is ook wel heel positief. Ja, dit is dus de Berry Curl. Volgens mij heb ik nog de Berry Volume. En je hebt volgens mij nog een variant. Dus ja, best wel wat keuze eigenlijk op het gebied van mascara. Maar ik hou erg van mascara's die mijn wimpers krullen met name. Omdat ik best lange wimpers heb, maar ze staan heel erg vooruit. En met een goede curl erin, ja, zie je ze een stuk meer. Ik ben heel benieuwd naar deze mascara. Ik zie dat er nog een stickertje op zit, dus die ga ik heel even eraf halen. De mascara's zijn overigens ook best betaalbaar, want deze hier kost €16,70. En dat is toch best wel een goede prijs-kwaliteitsverhouding, denk ik. Ben natuurlijk vooral benieuwd naar de kwaliteit. Ik krul eerst even mijn wimpers. Nou, dit is voor mij al een belangrijke stap, want als ik ze niet krul, dan kan het nog zo'n goede mascara zijn, maar dan haal ik echt niet het optimale eruit. Ga ik jullie eerst even het borsteltje laten zien, want die zag er in ieder geval op de website heel erg mooi uit. Ja, dat is echt een beetje zo'n ronde, ja, siliconen borstel. Ik ben persoonlijk meer fan van siliconen borstels. Ik heb altijd het idee dat ik daar iets meer ja, mee kan sturen, als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ik ga eerst even de bovenkant van mijn wimpers doen, zodat daar ook mascara op zit. En dan ga ik van onder naar boven kammen. Het valt me al gelijk op dat hij mijn wimpers heel mooi gaat separeren. Ik denk wel dat ik hier wat meer laagjes van moet aanbrengen, want het lijkt me wel een redelijk subtiele mascara. Dit is eigenlijk één laagje. Nou, je ziet al dat die krul echt omhoog komt. Maar ik wil hem eigenlijk nog iets meer vastzetten, dus ik ga nog even een nieuw laagje aanbrengen. Het spreidt de wimpers heel mooi, maar het maakt dat er niet zo super veel mascara aan mijn wimpers zit. En daarom ben ik bang, daar kan ik nu nog niet echt wat van zeggen, maar dat mijn wimpers een beetje gaan hangen daardoor. Maar dit is in ieder geval het effect van de mascara. Ik ga nog even mijn onderwimpers doen. Dan zie je dus hier één laagje met de Berry Curl Mascara. Ik vind het er mooi uitzien, want ik zeg, hij is wel redelijk subtiel. Het is natuurlijk ook een nieuwe mascara, dus ik moet er altijd een beetje mee oefenen wat de perfecte techniek is. Ik vind wel dat die curl, dat doet hij, want mijn wimpers staan wel gewoon mooi
rechtop. Je ziet mijn wimpers, dat vind ik al positief. Maar ik denk dat jullie ook wel zien wat ik zie. Mijn wimpers zijn redelijk doorschijnend nu. En ik hou ervan dat ze iets meer opvallen nog. Daar had ik natuurlijk al 2 laagjes aangebracht. En dat vind ik echt wel voldoende. Dus ik denk dat het wat dat betreft ook wel een mascara is die ook een beetje de... ja, natural look heeft. En ik denk dat ik dan wat dat betreft iemand ben die iets meer mascara gebruikt. Maar ik vind het wel weer heel erg passen bij de rest van de look om niet te veel mascara op te hebben. Dus het is misschien een wat subtiele mascara, maar ik begrijp het wel bij het merk of zo. Er is natuurlijk ook nog een volume variant. Ik kan me voorstellen dat die misschien, ja, misschien net even iets meer dat volume effect heeft. Het is wel echt zo dat hij absoluut niet klontert. En dat is ook wel weer heel fijn. Nee, hij laat zich heel makkelijk zo verdelen. Dus je krijgt echt heel mooi een waaier effect. Oké, dan is dit de uiteindelijke look. Ik ga nog even mijn haar losgooien. Even de look afstylen. En dan gaan we zo meteen door met de eindconclusie. Zo, en dan is dit de uiteindelijke look. Dit is mijn... grotendeels full face luminé herfstlook. En ja, ik denk dat ik sowieso wel kan zeggen dat ik het persoonlijk echt een perfecte herfstlook vind. Onverwachts, want het was een beetje een gokje of de oogschaduw zou uitpakken zoals ik gewild had. Maar ik denk dat ik eigenlijk niet blijer kan zijn met de perfecte neutral herfstlook. Gewoon een lekker glossy lipje wat wel wat kleur geeft, een beetje warmte, maar niet te veel. Dus als je echt een beetje op zoek bent naar die everyday herfstlook, ja, dan zijn dit wel echt de perfecte producten. Ik denk dat het heel erg jullie zou verbazen als ik nu zou zeggen dat ik het allemaal helemaal niks vond, want het is echt het tegenovergestelde. Ja, ik vind alle producten echt gewoon wauw. Ik denk dat dit echt een van mijn nieuwe favoriete merken gaat worden. En dat vind ik heel erg leuk. Maar nog even voor de volledigheid gaan we alle producten nog even één voor één langs. Ik begin met de basis. Dat was natuurlijk de Luminé Invisible Illumination Instant Glow UV Primer. Ik denk dat ik hier het minst over kan zeggen. Het deze werkt goed. Mijn huid voelt glad aan. Het ziet er nu ook gewoon mooi uit met alle producten in combinatie. Ja, prettig. Ik heb best wel veel primers getest. Ik was altijd wel een beetje huiverig met primer. Ik denk dat het grootste voordeel hiervan is, is dat hij mooie glow geeft en dat er UV-bescherming in zit. Dus overal een prima product. Ja, de foundation ben ik toch wel heel erg over te spreken. Wat zit die ontzettend mooi op mijn huid. Het lijkt alsof ik geen pukkel heb. En ik kan je vertellen, die heb ik zeker wel. Dus ja, ik vind het er echt heel erg mooi uitzien. De kleur is ook fantastisch. Dus als je juist van nature een wat doffere, wat drogere huid hebt. Ja, dan moet je deze foundation gewoon echt hebben. Hij heeft een mooie prijs-kwaliteitsverhouding. Een aantal kleuren, ik zou zeggen dat kan misschien beter. Maar ja, in principe ben ik er zelf tevreden mee. En ja, ik vind hem ook echt gewoon heel erg mooie glow geven. Dus juist voor die doffe, regenachtige herfstdagen is dit echt de foundation die je moet hebben. Nou ja, de bronzer, daar was ik natuurlijk al fan van, maar ik zal hem toch nog even benoemen. Ja, kijk zelf maar. Het is absoluut een bronzy look zonder dat het heel erg poederig is of heel erg oranje is. Het is echt de perfecte kleur en ik vind het een heel fijn product. De blush stick was natuurlijk wel nieuw en dit vind ik oprecht gewoon echt een heel leuk product. Hij doet me een beetje denken aan de nieuwe blush sticks van Pat McGrath. Die zijn een stuk duurder, kan ik je vertellen. En zitten misschien zelfs minder mooi op de huid. Dus ja, ik vind dit echt een hele mooie blush stick. Werkt heel makkelijk. Is natuurlijk multifunctioneel te gebruiken. Ja, absoluut denk ik dat dit ook wel een nieuwe favoriet gaat worden. Dit is vooral echt een makkelijk on-the-go product. En dat wil je ook gewoon in je tas hebben. De highlighter. Ja, door de jaren heen ben ik liquid highlighter steeds meer gaan waarderen. En ik denk dat dit toch wel een van mijn nieuwe favoriete liquid highlighters gaat worden. Want kijk even naar deze glow. Het is echt een glow from within. Ik heb er weinig voor hoeven te doen. En ik shine gewoon als malle, maar het is geen glitter. Dus ja, ik weet niet hoe ze het doen, maar dit is echt een heel mooi product. Mocht je nou wel wat meer houden van meer een beetje een pinky glow, is er dus ook een wat rozere variant van verkrijgbaar. De lipgloss, ja, eigenlijk gewoon heel erg fijn. Ik denk dat ik hem wel heel even ga bijwerken, want door al het praten, ja, is de glossy look een beetje minder geworden. Maar ook dit is gewoon echt een heel fijn product. Ik vind de kleur mooi. Past ook perfect bij de ooglook. Dus dat is goed uitgezocht door mij. Ik vind hem niet per se heel plumping. In die zin dat hij niet tintelt of wat dan ook. Dus ik vind hem wel... ik zou hem meer glossy lipgloss willen noemen dan plumping. Maar ja, ik vind het alleen maar positief. Het is echt een mooie, fijne gloss. En ik ga deze zeker vaker gebruiken. Dit product, het wenkbrauwpotlood. Dit heeft me zo verrast. Ik bedoel, het is een wenkbrauwpotlood. Wat kan je hiervan verwachten? Maar als ik dat nu in de spiegel kijk, denk ik, wauw, Char, die wenkbrauwen zitten er wel echt gewoon goed op. En ja, met één potlood. Ik heb nog even wat wenkbrauwgel aangebracht en that's it. Dus als je op zoek bent naar een goed wenkbrauwpotlood voor, ja, best wel een goede betaalbare prijs. Ja, dan zou ik deze echt serieus aanraden. Want een goed wenkbrauwpotlood is vaak echt nog niet zo goedkoop. En deze is gewoon fijn. Nou, dan een product waar ik denk ik het meest
over flabbergasted ben en gewoon dat niet had verwacht. Het oogschaduwpaletje. Ik weet dat die bij Lumine zelf, en ik volg ze inmiddels ook op Instagram en op TikTok, best wel populair is. Dus ik begrijp absoluut de hype. Maar ik kan nu ook gewoon zeggen dat het echt een heel fijn paletje is. Het is een goed kwalitatief paletje. Mooie kleuren, wat ik zeg, perfect voor echt een beetje die herfstige kleuren. Wat ik het mooiste vind, los van de kwaliteit, is dat ze echt van die aardetinten hebben gekozen. Die dus niet ja, overwegend warm of overwegend koel zijn. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk het mooiste op dit moment. En dat is dus nog niet zo makkelijk om in zo'n ja, klein compact paletje te vinden. Dus daar hebben ze toch wel echt een hele good job gedaan. En ik vind de ooglook heel erg mooi geworden. Dus ja, dit is ook absoluut een aanrader. En ik het product dat ik het minst ja, excited over ben, ook al vind ik het geen slecht product, is de mascara. Als ik in de spiegel kijk, dan mis ik net even die oomf in mijn wimpers. Dus ik denk dat ik zo meteen nog even een ander laagje mascara ga aanbrengen. En wat ik net een beetje merkte toen ik heel eigenwijs even omhoog wilde kijken om aan jullie het effect te laten zien, dat ik hier nog wat zwarte stipjes had zitten. Dus het is ook een mascara die niet heel snel drogend is. Dus dat is wel even iets om te onthouden. Ja, ik denk dat ik voor nu dat dit misschien niet een nieuw favoriet wordt. Ik vind het geen slechte mascara. Maar van alle producten vind ik deze eigenlijk het minst spannend. Maar voor de rest, nou ja, super excited. Ik vind de look echt super mooi geworden. Dus ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen om Lumine ook een keer te gaan proberen. Want wat mij betreft echt een aanrader. Ik vertelde natuurlijk al dat Lumine nog veel meer producten heeft. Met name ook heel veel skincare producten. En ja, dat ik daar ook wel benieuwd naar ben geworden. Dus ik zou zeggen, als je nog meer producten van Lumine zou willen zien op Shark Academy, laat me dat dan zeker weten beneden in de reacties. Vond je het weer een leuke video en ben je ook zo excited geworden naar de producten van Lumine? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het super leuk vinden als jij zou willen abonneren. Kun je heel eenvoudig doen door op de rode abonneerknop te klikken onder de video. En dan word je ook gezellig lid van de Shark Academy familie. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En tot volgende week. Doei!